Het is prachtig waar in het Italiaanse Colalbo dat het komend weekend de vrouwenkampioenschap allround binnen. Maar onder oren Antoinette de Jong. De Santjierige Rietster Ruud Rottem had ik al maar die op het EK senioren. En hield toch wel eens een van de favorieten van de titel. Maar ze wil net in die rol drukt worden. Nee, zo makkelijk is het net. Het is een hele grote concurrent, net zoals Mio Takagi. En die tot ik al heel lang mij maar de senioren. Dus die zie ik, volgens mij is hij nou A2. Dus ik ben benijd en binnen op elke afstand binnen sowieso al volle concurrenten. Een toernooi in Iepenloft, dat is net de jeugdige generatie net zo vol ondervinding maar het. Maar de Jong vindt het wel mooi. Ja, het is natuurlijk weer oren omstandigheden. Dit hebben we net in Tio. Dus ik ben net zo volle baan meer die Iepen binnen. Dus ja, ik hoop dat de wien een beetje mij zit, man. En dat het goed gaat. En ik nog een hele vies, Gerben Jorritsma van Diever. Hij zit net in Jong Oranje, maar het hem toch pleert. Een knappe prestatie. Ja, het was natuurlijk wel het doel van het jaar. Om hier te staan en hard te proberen te rijden. Dus we gaan het zien.